Hoe wordt het huis van Christus profetisch? Afgelopen week was ik in Zeeland, een andere kamer van ons huis. Het is zo gaaf om te zien dat het daar bloeit en bruist. Ook als ze bidden voor de dienst komen er veel mensen samen. En die zondag dat ik er was, werden er mensen gedoopt, want er was een alfa waar mensen tot inzicht waren gekomen dat ze gedoopt willen worden. En als je dat ontdekt hebt, dan kun je niet wachten. Dus er waren drie mensen die zeiden, we kunnen niet wachten om gedoopt te worden. Kan dat alsjeblieft direct? Dat werd die zondagmorgen gedaan. En er waren mooie getuigenissen van veranderde levens. En er is er één die ik er even uit wil halen. En die is van Lenny van Stee. Van Stee is een echte Zeeuwse naam, mocht je dat niet weten. Echte Zeeuwse naam uit het gebied waar ik geboren ben. En ik wil haar getuigenis even voorlezen. 1,5 jaar geleden ben ik gedoopt. En toen heb ik geen getuigenis gegeven, maar bij deze wil ik dat heel graag alsnog doen. Bijna 2 jaar geleden kreeg ik de uitnodiging van een vriendin om mee te gaan naar Doorbrekers. Ik ging mee, want ik was op zoek. En die uitnodiging was levensveranderend. Ik wist dat er meer moest zijn en er bleek heel veel meer te zijn. Ik nam Jezus aan als mijn redder en dat veranderde mijn leven. Een alfacursus volgde. Ik leerde over wie Jezus is en wat hij voor ons heeft gedaan. Ook bespraken we de doop. Ik ben als kind gedoopt, maar ik voelde dat ik zelf de keuze om Jezus te volgen moest maken. Doorbrekers is nu mijn gemeente, waar ik iedere zondag met plezier naartoe ga. Ook maak ik deel uit van het koffieteam en het clean team. Samen bouwen we aan het Koninkrijk van God. En dat is toch echt wel heel gaaf. Op welke manier dan ook. En ik probeer zoveel mogelijk mensen te vertellen dat Jezus leeft en van hen houdt. En dat dopen de beste keuze is die je kunt maken. Ondertussen heb ik mijn man, mijn zusje en vrienden zien volgen. Ook heb ik bevrijding en genezing ervaren. En aangemoedigd door het geloof ben ik alfacursus gaan geven. En vandaag zie ik een cursist het bad in gaan. Hoe gaaf is dat? Geloof je dat Jezus ook voor jouw zonden is gestorven en opgestaan? Wil je hem volgen voor de rest van je leven? Twijfel dan niet langer. Ik kan je vertellen, het is geweldig. Ik weet dat God leeft en hij zorgt voor mij. Ik zeg, wauw. Dit is een verhaal van een leven dat vernieuwd wordt. Dit is een verhaal van een leven dat vernieuwd wordt. Die wordt binnengebracht in de gemeente. Die begint gelijk te vermenigvuldigen. Doordat een man gaat volgen, doordat vrienden gaat volgen, doordat familie gaat volgen. Vervolgens besluit deze persoon om niet alleen te komen in de samenkomsten, maar ook vruchtbaar te worden en te behelpen om in een clean team te werken, om in een koffieteam te werken. Maar ook zo ontzettend belangrijk, iemand stapt in een geestelijke taak. En op het moment dat je in een geestelijke taak stapt, dan begin je jezelf te verdiepen en dan begin je jezelf te verbreden, dan begin je te veranderen, ook dan begin je jezelf te vernieuwen, maar opnieuw begin je vruchtbaar te worden en je begint jezelf te vermenigvuldigen. En dat is hoe het hoort. Ik geloof dat iedereen die binnenkomt in dit huis, die tot geloof komt en Jezus Christus aanneemt, in staat moet zijn om binnen 3 jaar een alfa te leiden, een basics te geven, een connect te leiden, een team te leiden en in een geestelijke taak te gaan functioneren. Wij zijn priesters van de Allerhoogste God. Priesterschap is jouw roeping. En het is zo belangrijk dat we daarin gaan opstaan. En zo cool als je dan dit verhaal hoort. Dat je beseft dat wij na de kerst op alle locaties alfa starten. Waar we mensen die we uitnodigen en die we in het huis brengen in de kerstnachtdiensten kunnen zeggen, hey, we kunnen met elkaar een volgende stap maken. Ik ga een alfa volgen, ga jij met me mee? Ja, maar ik heb allemaal geen alfa nodig. Nee, jij niet. Maar degene die jij meevraagt, wel. En die gaat niet als jij niet meegaat. Want jij bent de veiligheid, de verzekering voor de persoon om dat onbekende gebied te betreden. Weet je, het is belangrijk dat we mensen gaan brengen in het huis van Christus. En waar is het huis van Christus? Hebreeën 3, vers 6. Christus is echter getrouw over zijn huis als een zoon. En zijn huis zijn wij. Het huis is niet het gebouw. Zijn huis zijn wij. Jezus zegt, waar 2 of 3 samenkomen in mijn naam, daar ben ik in het midden.
Het midden is een uitdrukking die komt van het feit toen het volk Israël door de woestijn heen trok, dat de tabernakel in het midden stond en de stammen daaromheen gelegerd waren. In het midden betekent dat Jezus zegt, ik ben het centrum. Ik ben het leven. Ik ben de kracht. Ik ben de autoriteit. Ik ben de energie. Ik verbind alle dingen aan elkaar. Waar twee of drie vergaderd zijn, is Hij in het midden. Daar is Christus centraal. Eén christen is prachtig. Maar wanneer er twee christenen zijn die samen zijn, dan is Hij in het midden. En dan begint er een interactie te ontstaan. Dan wordt het lichaam wordt zichtbaar. De genade van God wordt zichtbaar. Het karakter van Jezus Christus wordt zichtbaar. De redding wordt zichtbaar. Denk aan een gewone stad. Ga naar het centrum. In het centrum leeft het. In het centrum wordt gevierd. In het centrum wordt gefeest. In het centrum worden besluiten genomen. In het centrum ligt de autoriteit. In het centrum ligt de kracht. Wat Jezus Christus zegt op het moment dat twee of drie samenkomen. Dat is de plaats waar feest is. Dat is de plaats waar kracht is. Dat is de plaats waar besluiten worden genomen. Dat is de plaats waar de wereld wordt veranderd. Waar twee of drie samenkomen, ben ik in het midden. Daarom is het zo krachtig om mensen in het huis te brengen. Weet je, mensen gaan naar het centrum van de stad en gaan naar het centrum van de plaats om feest te vieren en om dronken te worden van de wijn. Maar als wij het centrum creëren waar twee christenen bij elkaar komen, worden mensen niet dronken van de wijn. Mensen worden dronken omdat ze in onze aanwezigheid komen van praise en van worship en van woord. En ze worden vervuld en veranderd met de Heilige Geest. Dat is het centrum waar we mensen heen willen brengen. Dat is het centrum waar we mensen naartoe willen brengen. Het is zo ontzettend krachtig. Wat is een huis? Want zijn huis zijn wij. Als je je ogen zou dicht doen, misschien moet je ogen even dicht doen en je denkt na over een huis. Wat zie je dan als je ogen dicht doet? Wat zie je dan voor ogen als het over een huis gaat? En als je je ogen dicht hebt en je denkt aan een huis, wat hoor je in een huis? En als jij een huis voor je ziet en jouw huis voor je ziet, wat voel je bij dat huis? Wat zie je, wat hoor je en wat voel je als je over een huis nadenkt? Een van de dingen die waarschijnlijk bij je omhoog komt, is dat je huis een thuis is. Waar je thuis komt. Een huis is waar je familie is. Een huis is waar je gevoed wordt. Een huis is waar je tot rust komt. Een huis is daar waar je nieuwe energie krijgt. Een huis is daar waar je lacht. Een huis is daar waar je huilt. Een huis is waar je speelt. Een huis is waar je heen gaat als je herstel en genezing nodig hebt. Een huis is waar je kan komen met al je fouten en al je falen en je zult er nooit een gesloten deur vinden. Een huis is waar je wordt beschermd tegen misschien de pesterijen van de wereld, tegen de stormen van de wereld, de hitte van deze wereld. Maar in het huis ben je veilig. In het huis word je bemoedigd. In het huis zijn mensen die in jou geloven en die achter je staan om je heen gaan staan. In het huis is een plek waar je op je benen wordt gezet. Zodat je vrijmoedig en met kracht, met weten wie je bent, weer de wereld kunt ingaan. Het huis helpt je om het leven te leven. Het huis is een plek waar je een nieuwe kans krijgt. Het huis is waar je altijd mag zijn en waar je thuis bent. Het huis is de plek, de thuis, is waar je je vader vindt. De vader die je verwekt heeft. De vader in ons geval die je eeuwig leven geeft. Waar je de vader vindt die je gemaakt heeft. Waar de vader vindt die je precies begrijpt. Waar je de vader vindt die van je houdt. Waar je de vader vindt die verantwoordelijkheid van jouw leven neemt. Waar je de vader vindt die jouw giften en gaven heeft gegeven. En de hoop en de verwachting dat je met die giften en die gaven de wereld ingaat. En die giften en die gaven gaat gebruiken. Het is het huis waar je de vader vindt. En als mensen hun vader vinden, dan vinden ze hun identiteit. Mensen die nooit hun vader hebben gekend en voor het eerst hun vader ontmoeten, die zeggen, nu begrijp ik pas echt wie ik ben. Nu begrijp ik hoe ik ben, hoe ik in elkaar zit en hoe ik werk. Als mensen in het huis komen, vinden ze zichzelf. Mensen begrijpen wie ze zijn in het licht van God. Het is zo ontzettend krachtig om iedere zoon en dochter van God in het huis te brengen. Want in het huis wordt hun leven veranderd. In het huis wordt hun leven vernieuwd. In het huis komen ze eindelijk thuis en zeggen ze, nu weet ik wie ik ben, waarom ik hier ben, waarom ik in deze wereld ben. Het huis is de belangrijkste plek om te vinden.
Mensen die nooit geweten hebben in welk huis ze geboren zijn en waar hun vader en hun moeder wonen. Die besteden hun leven om hun vader en hun moeder te vinden. Waarom proberen alle mensen de vraag te beantwoorden: wie is God, waar is God, bestaat God? Omdat ze allemaal afvragen: waar is ons huis? Waar komen we vandaan? Waar is mijn thuis? Wij zijn het huis. Wij zijn het thuis van God. En dan komen we met het tweede punt. Het huis van God is profetisch. En hoe worden we profetisch? Let op het woordje allen, als ik deze tekst ga lezen. 1 Korinthe 14, vers 24. Maar als allen, kijk niet naar je buurman, als ik, mag je ook lezen. Maar als ik zou profeteren, en er kwam een ongelovige en niet ingewijde binnen, dan zou die door allen, die zou die door mij overtuigd worden en door mij beoordeeld worden. En zo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar. En hij zal zich met zijn gezicht ter aarde werpen en God aanbidden en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is. Moet je nou eens voorstellen dat jij iemand meeneemt naar dit huis en die hier komt en die ter aarde valt en zegt van: werkelijk, God is hier in het huis. God is hier in het midden. En dat komt niet omdat hij alleen worship hoort of in een gebouw binnenkomt. Dat komt omdat allen profiteren. Omdat allen in de geestelijke taak functioneren. Het zit hem in de allen. Weet je, ik hoor heel dikwijls verhalen van mensen die dit huis binnenlopen en die hier gaan zitten. En die tot ontdekking komen dat ze huilen. Zonder te weten waarom. En soms weken achter elkaar dat ze komen en ze huilen. Waarom is dat? Dat is omdat het huis profetisch is. Hey, profetisch is niet hoekiepoekie. Profetisch is niet zo, zegt de Heer. Misschien ook wel. Profetisch is niet de toekomst voorspellen. Het is geen waarzagerij. Misschien ook wel. Maar profetie in essentie is ontzettend eenvoudig. En wij kunnen allemaal profeteren. En we horen allemaal te profeteren. Want de profeet en de priester en de koning woont in ons. We zijn allemaal priesters, maar we zijn ook allemaal profeten en we zijn allemaal koningen. Want profeteren is moed inspreken. Profeteren is opbouwen. Profeteren is dus mensen groter maken. Mensen sterker maken. Mensen die schudden opnieuw funderen. En hoe komt profeteren? Profeteren komt gewoon door de worship. En dan hoeven we helemaal niet voor buiten de liederen te zingen, maar een worshipleider die zich heeft voorbereid en het bezig is geweest in gebed, die heeft een angel waarin hij de worship rondom wil doen. En in de worship en in de volgorde en in de accenten die in de worship worden gelegd, dat raakt de mensen die binnenkomen, die precies op die zondag bij dat lied, in die moment, in die setting, samen horen wat God aan het doen is. En de Heilige Geest is in het midden. De MC is niet iemand die zomaar de dienst aan elkaar praat, zoals Ilona vanmorgen. Die staat vroeg op, die is in gebed, die denkt na, wat is het woord, wat is het accent, wat ik wil brengen. Dan komt het woord. Degene die het woord brengt is een week bezig, soms al weken van tevoren bezig, om na te denken, wat ga ik deze zondag brengen? In welke structuur ga ik dat brengen? En er zijn mensen soms verbaasd dat hoe de MC en het woord en de worship allemaal bij elkaar komt. Die denken dat we dat allemaal plannen tot de seconde. Dat is de Heilige Geest die de thema's op elkaar afstemt en bij elkaar brengt. En soms zeggen mensen tegen mij: Peter, tijdens het woord keek je alleen maar naar mij. Maar ik weet nergens van, ik kijk naar iedereen. En dan: hoe kan het dat je het week na week over mij hebt? Het lijkt wel of je precies weet welke antwoorden ik nodig heb. Heb ik over mensen die hier nieuw binnenkomen. Die week na week dat ervaren. Dat is zo ontzettend gaaf. Maar het woord en de profetie, die blijft niet bij de dingen die hier op het podium gebeuren. De profetie komt door gastvrijheid. Want God zet mensen precies hier in de kerk, naast jou, achter jou en voor jou. Jij parkeert je auto en God heeft precies geregeld dat een ander iemand zijn auto naast jou parkeert. Jij pakt je bakje koffie en God zorgt ervoor dat er iemand naast jou staat die jouw stem nodig heeft. Jouw bemoediging, jouw woord, jouw connectie. En ieder woord wat je zegt en iedere glimlach die je geeft is profetisch naar mensen die dat nodig hebben.
Het is God die door jou heen spreekt. Daarom, sommige mensen denken, het is helemaal niet belangrijk dat ik in de kerk ben. Wat maakt nou uit of ik op zondag wel of niet ben? Ja, het maakt heel veel uit. God heeft jou op zondag nodig in dit huis. Want hij brengt mensen naar dit huis, ook weer door jou en door mij, waarvoor hij jou bestemd heeft om tot hen te spreken, zodat zij in dit huis komen en neervallen en zeggen van, ik ben bij doorbrekers geweest, maar ik weet het niet, maar God is in dit huis. Scott Wilson, die had een tijdje geleden iemand van ons huis die hem begeleidde toen hij hier gastspreker was. En dat meisje vertelde ook van, sinds ik hier kwam, ik kon alleen maar huilen. En Scott was onder indruk en die is in Duitsland, zonder het verhaal te noemen waar het is en wie het is. Ik kom in een kerk en die kerk is profetisch. Daar beginnen mensen te huilen als ze binnenkomen. En toen zei iemand van, is dat doorbrekers in Nederland? En Scott zegt, maar hoezo? Hij zegt, ik ben daar een keer geweest en mij is exact hetzelfde overkomen. Zie, het is geweldig als je naar de diensten komt met verwachting... om wat te ontvangen vanaf het podium. Met verwachting van goede worship. Met verwachting van mooie plannen. Met verwachting van grote dromen voor het loon. Het is geweldig. Maar kom ook met de verwachting. Kom ook met de verwachting. Dat jij iedere zondagmorgen een verschil uitmaakt in de levens van mensen. En er kunnen mensen zijn die hier al heel lang komen. En er kunnen mensen zijn die voor de eerste zondag hier in huis komen. Binnenkomen. Weet je, het is zo ontzettend belangrijk dat je hier bent. Weet je, en hoe kun je dan profetisch zijn? Bemoedig mensen. Bemoedig mensen. Weet je hoeveel mensen een taak doen en vrijwillig en erover nadenken om ermee te stoppen? Die denken, wat maakt het uit dat ik het doe en het is moeilijk en het is zwaar? Bemoedig mensen die je een bak koffie geven. Bemoedig de mensen die jouw kinderen in Superkids hebben geholpen vandaag. Bemoedig de jeugdleiders. Vorige week hoorde je van Jordi hoe belangrijk dat is. Hoe dikwijls een jeugdleider over denkt, moet ik dit echt blijven doen? Bemoedig de mensen. Bedank de mensen. En je zult verbaasd zijn hoe het jou opbouwt, hoe het andere mensen opbouwt. Ja, mensen zeggen, dat had ik nou net nodig. Je kunt een verschil maken met je woorden. En weet je, het getuigenis van Jezus Christus is profetie. Train jezelf er gewoon in. Om in 1-2 zinnen te kunnen zeggen, voor ik Jezus ontmoette, was ik zo en zo. Maar nu ik Jezus ken en hem ontmoet heb, nu is dit en mijn leven veranderd. Het kan ook heel simpel zijn. Voor ik in doorbrekers kwam, ging het bij mij zo. Maar sinds ik in doorbrekers ben, is dit met mij gebeurd. Je gaat mensen helpen. Weet je, wat ontzettend belangrijk is, is dit. We zijn allemaal christenen en we volgen Jezus Christus. Maar de cultuur van Christus is dat hij de 99 verlaat op zoek naar die ene. En mag ik je uitdagen, als je in dit huis bent, om de 99 mensen in de foyer die je kent te verlaten en die ene mens aan te spreken die je niet kent. Of misschien wel andersom. Ik ken er één en 99 niet. Maar Jezus verliet de 99 voor de ene. Weet je, en als je met de ene gaat praten, gewoon even een connectie maakt, dan zul je verbaasd zijn over de verhalen die je gaat horen. Hoe mensen in het huis binnenkomen, wat ze nodig hebben, hoe ze veranderd zijn, hoe ze vernieuwd zijn, die je weer aan andere mensen kunt vertellen. Wat jou weer bemoedigt om terug te komen naar het huis. Wat je bemoedigt om financieel te geven in het huis. Omdat je hoort de verhalen wat God in het huis aan het doen is. Je kunt week na week kun je verhalen horen als je wil hoe God aan het werk is in dit huis. Je hoeft alleen maar iemand aan te spreken die je niet kent. En zeggen van, hey, ik ken jou niet. Wat is jouw verhaal? Ja, heel veel mensen denken dan van, weet je, maar wat is echt heel eng, Peter. Ik weet het, ik ben een pionier, maar ik schrijf altijd Ilona voor mij uit. Dus ook ik moet over mijn drempels heen stappen om dat te doen. En wat dan als je blijft hangen bij iemand bij wie je helemaal vast zit en je wil weg en je kan niet weg? Hoe doe je dat dan? Hoe kom je van die creepy persoon af? Nou, die zijn hier niet, dat weet ik wel, hè? Maar toch. Hè? Soms vinden mensen toch zo'n ander schaap, ja. Toch een beetje spannend. Het is heel simpel. Als je iemand bent die op andere mensen afstapt, kun je gewoon zeggen, ik ga nog iemand spreken.
En dat begrijpt iedereen, want de meeste mensen zijn blij dat ze worden aangesproken. En die begrijpen dat je nog iemand gaat aanspreken. Ik ga nog even iemand aanspreken die ik niet ken. En daarmee vermenigvuld je gelijk de cultuur. Hé, dit is een huis waar je mensen aanspreekt die je niet kent. Dus verlaat de 99 en vind de 1. Of verlaat de 1 en vind de 99. Maar mag ik terugkomen op dit Bijbelvers wat ik net las? Als alle zouden profiteren. Als alle, en er komt er niet in, en die zou door alle worden overtuigd en door alle worden beoordeeld. Zo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar. En hij zal neervallen en vertellen dat God in ons midden is. Dus mijn derde punt is dit. Wie breng jij in het huis van Christus in de komende tijd? En Jordi heeft hier in Barneveld uitgelegd welke fantastische campagne we allemaal gaan doen om dit huis te vullen. Maar weet je dat 80% van de mensen, die zijn persoonlijk gebracht. 80% van de mensen zijn persoonlijk gebracht. Die komen niet omdat ze een folder hebben gezien, omdat ze iets op social media hebben gezien, omdat er een bord langs de kant van de weg zit of wat dan ook. Maar die komen omdat jij zegt van, hey, ga je mee naar die kerstnachtdienst? Ze zeggen, ja, ik heb er al van alles van gezien. Ja, ik wilde eigenlijk wel gaan, maar ik ben onzeker. Ik weet het niet zeker. Fijn dat je het vraagt. Ja, ik ga graag mee. 60% van de mensen die je vraagt, die willen graag mee naar de samenkomst. Als mensen nee zeggen, is dat nooit een persoonlijke afwijzing. Veel mensen zeggen, maar wat als iemand nee zegt? Ja, zo wat? Stel dat iemand 100 euro geeft en zegt, nee, hoef ik niet. Voel je je dan persoonlijk afgewezen? Nee, dan geef ik het toch aan een ander. Ja. Dus wees niet bang om iemand te vragen. Maar de realiteit is dit. Maar 2% van de mensen neemt regelmatig iemand mee. En die statistiek die willen wij graag veranderen in Doorbrekers. Daarom hebben we volgend jaar een speerpunt gemaakt. Wij willen een brengcultuur. Niet alleen naar onze evenementen, met Pasen, met Kerst. Maar we willen een brengcultuur ontwikkelen in onze connects. Een brengcultuur ontwikkelen naar onze alfas. Een brengcultuur brengen naar onze zondagse diensten. Waarom? Omdat het zo ontzettend belangrijk is. En brengen is zo krachtig. En weet je waar het nou zo belangrijk is? Dat je iemand aanspreekt die je niet kent. Dit is de reden. Als jij al alle energie hebt gestoken om iemand te krijgen in dit huis, dan kennen ze al jouw verhalen al. Dus wat je nodig hebt, als je binnenloopt en iemand ziet dat jij met een gast binnenloopt, dat de mensen van jou connect en de mensen die jou kennen weten, oh, zo heeft een gast meegebracht. Weet je, laten wij voor die gast zorgen. En die gast wordt omringd met allemaal mensen die hem aanspreken, die hun verhalen vertellen. En dat zijn nieuwe verhalen. En dan denk ik, oh ja, het is echt wel heel cool om in het huis van Christus te komen. En dan begint het zaadje van verandering, wordt geplant en het veranderingsproces begint. Weet je, als je naar het getuigenis van Lenny kijkt, moet je eens voorstellen hoe cool het is dat jij iemand binnenbrengt die over 2-3 jaar een alpha leidt en een basics leidt, waardoor andere mensen weer tot geloof komen en zich laten dopen. Hoe cool is het überhaupt als je iemand het huis binnenbrengt en die laat zich dopen en die wordt vervuld met de Heilige Geest en die zie je aanbidden en die zie je worshipen en je ziet het hele gezin veranderd. Maar je hebt één persoon meegenomen en een heel gezin veranderd. En dan zie je iemand actief worden, een geestelijke taak oppakken en je ziet dat daar weer nieuwe leiders uit ontstaan. Hoe cool is dat? Hoe cool is dat? Die campusleiders die we zoeken, die moeten in de komende jaren in het huis gebracht worden. Uitgenodigd worden. Aangeraakt worden. Hoe zijn Ilona en ik hier op het podium beland? Gewoon ergens begonnen. Totaal onwetend. Maar stapje voor stapje zijn wij geworden wie wij zijn. En degene die jij in het huis brengt, kan degene zijn die God heeft uitgekozen om dit land te veranderen. Hoe cool is dat als je dan laat op je bank zit en zit te kijken en je ziet dat die persoon een impact heeft op het hele land. Misschien wel als politiek. Misschien wel als ondernemer. Misschien als pastor. Misschien als influencer, op welke wijze dan ook. Maar mensen die God op jouw pad heeft gebracht. En God brengt mensen op jouw pad. Hij heeft jou nodig. Dus laten wij besluiten in december om op te staan over het hele land. En mensen mee te nemen in dit huis. En te zien dat ze veranderd gaan worden. Amen.